Dinsdag, op de dag van de rechten van het kind, kreeg openbare basisschool Telders bezoek van Grannies on Tour. De leerlingen uit groep 8 kregen daar van de oma's breiles. Dit gebeurde in het kader van de actie Save the Children. Nou, vandaag hebben we jong en oud samengebracht om te breien. Zo willen we graag aandacht vragen voor deze hele bijzondere dag, dag van de kinderrechten. En daarnaast maakt dit onderdeel uit van onze breiactie voor Centraal-Azië. Waarin we mensen vragen mutsje te breien voor pasgeborenen in Centraal-Azië. Omslaan, door, ja, die is moeilijk. Ja, daar gaat hij. Af laten glijden, insteken, omslaan, doorhalen. Mevrouw, wat bent u nu aan het doen? Ik ben haar breiles aan het geven. Hallo, mag ik jullie iets vragen? Jazeker, natuurlijk. Het ziet er zo gezellig uit bij je beiden. Nou, dat is gewoon hartstikke fijn, joh. Om te horen zo, hè. We gaan lekker breien, hè. Leren, vind je niet? En mutsjes maken. Hoe gaat het nu, het breien? Want jullie, het wordt nu geleerd. Is het moeilijk? Ja, nogal. Ja. Wat heb je net uitgelegd gekregen? Nou, hoe je het begintje maakt. Geef wat tips, inhalen. Wat zijn dat, hoe werkt het precies, dat hele breien? Zo ingewikkeld, dat moet je, dat kan je alleen maar laten doen. Zou ik jullie even mogen storen? Ja hoor, dat mag altijd. Eigenlijk wil ik eerst even van jou weten, hoe gaat het met het breien? Een beetje moeilijk. Wat is er moeilijk aan? Steeds onderdoor, gewoon steeds hetzelfde doen. Dan is het ook de Granny Tour. Ja. De leerlingen komen in contact met oudere mensen uit onze samenleving. Waarvoor kiezen jullie voor deze actie? Nou, hier hebben we voor gekozen omdat we merken dat de breiactie eigenlijk door alle lagen van de samenleving van jong tot oud gedragen wordt. Dat we vanuit heel veel hoeken de mutsjes krijgen. Breien schijnt weer heel hip te zijn. En ja, dit is gewoon heel symbolisch voor jong en oud. Zet zich in voor kinderrechten. Jong en oud zet zich in voor kinderen in Centraal-Azië. U bent voor Grannies on Tour hier. Waarom doet u hier aan mee? Nou, ik vind het wel belangrijk natuurlijk. En vooral voor de kinderen zelf. Dat ze dus weten waarvoor ze gaan breien. Nou, mijn dochter is hier lerares op school. En die heeft gevraagd of ik ook wilde komen helpen. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dus vandaar. Is het nou een aardige mevrouw? Helpt ze je goed? Ja, ze helpt me heel erg goed. Is het nou een aardige jongen? Doet hij het leuk? Ja, hij doet het heel goed. Het is een natuurtalent, echt waar. Ja. Dan ga ik jullie verder niet storen. Veel plezier met breien. Ja, dankjewel. En nu moet hij nog verder gaan breien. Gaat vandaag dat mutsje afkomen? Lukt dat vandaag? Nee, dat lukt natuurlijk niet. Hè. Nee, alle begin is moeilijk. Dus dat gaat niet in één keer natuurlijk. Daar moeten we wel een paar keer voor oefenen. De mutsjes zijn vandaag waarschijnlijk niet af. Wanneer zijn ze af en worden ze opgestuurd? De actie loopt tot eind februari. Dus tot die tijd kunnen ze ingestuurd worden. Dan gaan ze van de zomer naar Centraal-Azië. En volgend jaar, als de winter weer valt, dan gaan we ze uitdelen. En als ik nou een mutsje ga breien thuis, kan ik hem dan gaan opsturen naar jullie? Ja, op onze website savethechildren.nl staat alles. Ook een breipatroon wat te downloaden is. En waar ze naartoe moeten en alle andere vragen die er kunnen zijn. Aan de slag dan maar. Absoluut, heel graag.